uit Oost-Turkije, dames en heren. Vooral een van de populaire plaatsen ook weer eens. In het noorden van Turkije, noordoosten van Turkije, dat is het allerkoudste gedeelte van Turkije, dames en heren. Dat is ook weer het plaats waar Kars bijvoorbeeld op dit moment overdag min 17 graden snel. Min 17. En dan zie je dat er soms van die dorpjes zijn dat ze 2, 3, 4, 5 maanden geen contact meer hebben vanwege de hoogte van de sneeuw. Dan zijn die mensen 4, 5 maanden totaal van het leven ver. En dat is ook weer de gedeelte dat daar een heel andere manier van dorpsleven is. Dat gaan we ook in Centraal-Anatolië zien. Dat de dorpsmensen het hele seizoen werken. Want in Turkije is het altijd zo de gewoonte, vooral in het dorpsleven, dat ze zijn grond nooit verkopen of weggeven. Dat doen ze altijd met kinderen doorgeven. En als ze iets werk hebben op de grond, dan gaan ze werken. En dan wat ze verdiend hebben, geoogst hebben, gaan ze met dat geld hele winterseizoen overleven. Daar hebben ze niks te doen. Dat is ook hetzelfde in Centraal-Anatolië. En daarom zeggen we dat een van de meeste plaatsen waar vooral wintertoerisme wordt gedaan in Turkije, want dat is nu op dit moment onbekend in Europa, want het is meer voor de jet set, vooral in Turkije. Kars, Erzurum, Ankara en vooral Bursa. Bursa, dat is een heel populaire plaats waar die wintersport nog steeds gedaan wordt. Want van de ene kant zien we dat Turkije een plaats is, bekend is vooral voor Europa, voor als zomervakantie. Maar terwijl, als we kijken, gans Turkije, de gemiddelde hoogte, 1015 meter hoog is. Maar ik zal maar zo zeggen, oosten van het land, hier zo, Aren, hier in het noorden, Aren, daar heb je gebergte dat bijna boven 5600 meter hoog van de zeespiegel is. Aan de ene kant, Antalya hebben we gezien 39 meter, en hier heb je 5600 meter. Voor u is het meer bekend met zijn oude naam Ararat, Ark van Noah. Dat is in Turks Aren, dat wij doen, met zo'n nieuwe Turkse naam, Aren. En dat is een van de hoogste gedeelten van het land. Bijvoorbeeld, als we naar Cappadocia aankomen, dan gaan we zelfs twee van die bergen zien. Eentje heet Hassan en de andere heet Erciyes. Erciyes gebergte, dat zijn deze keer wel een verschil. Vulkanisch gebergte zijn dat, dames en heren, en vulkanisch gebergte. In Bursa, daar heb je de Babada, ofwel de Uluda, de grote gebergte. Maar dat zijn allemaal plaatsen waar vandaag, nu op dit moment, vooral voor wintertoerisme populair is. Keurig georganiseerd. Daar hebben ze daar een kabelbaan, daar hebben ze een teleferiek, 5-ster plus hotels, waar de mensen werken voor. Maar op dit moment is dat voor buitenland niet bekend. Misschien in de toekomst zal het ook wel komen, maar meer op dit moment is de Egeïsche Zee en de zuidelijke gedeelte wel bekend. Als we kijken zien we dat Turkije ook weer dezelfde tijd een brugfunctie is tussen Europa en Azië. En daarom is ook weer de reden vanwege dat heel veel beschavingen hier overheen gepasseerd hebben en die hebben ook iedere keer wat achtergelaten. Dus daarom doen wij met andere namen, met andere woorden, Turkije het land van mengeling van cultuur en geschiedenis. Kijk me dames en heren, ik heb een paar namen genoemd. Troje, Pergamon, Efeze, het zijn Tarsus. Tarsus, de geboorteplaats van Paulus. Bijvoorbeeld Cappadocië. Noem maar op, dames en heren, kan je wel zien dat er in alle plaatsen zijn eigen geschiedenis en zijn eigen informatie ook weer heeft. Zo zien we dat ook in het verleden de naam Anatolië, als we vertalen, de plaats waar de licht schijnt. Dat geeft ons ook weer het antwoord als strategisch op een brugfunctie is. Vandaag als wij kijken, zien we nog steeds op een heel strategisch punt. Kijk maar de buurlanden. Syrië, Irak, Iran, Armenië, Georgië, Griekenland. Dan zie je dat Turkije daar op die strategische punt ook weer is. Strategisch kunnen we zien een brugfunctie tussen Europa en Azië. En we zien ook weer een eiland. Cyprus. Dat is ook heel vaak op televisie gekomen. Eiland Cyprus. Wat is dat nou?
een probleem sinds 1974, dames en heren, dat Turkije dat niet hebben kunnen, of met Grieken hebben niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld, ik vraag me af, hebt u misschien ooit eens een zo'n voetbalclub gehoord, of een basketbalclub gehoord, van Noord-Cyprus, Turkse Republiek gedeeld? Nee, want het wordt niet als een land gezien. Want dat is een probleem die sinds 1974 niet opgelost is. Want als je over de Turken en de Grieken hebt, dames en heren, zien we vooral twee verschillende informatie. Politiekers en de volk. En dan zie je, vanwege de redenen, volgens de politiekers, volgens de staat, zie je vooral dat de eilanden het probleem is. En daarom zeggen we dat ze sinds 1974 met het oorlog dat niet hebben kunnen oplossen, hebben de Turken Noord-Cyprus-Turkse Republiek genoemd en de Griekse gedeelte genoemd, vanwege de strategische ligging van het eiland. Iedereen weet, de internationale wet, 13 mijl van je alle kanten van je land hoort ook weer naar je land. Bijvoorbeeld de strategische ligging, als je kijkt van die eiland bij de Middellandse Zee, alle kanten 13 mijl, dan heb je de hele controle van de Middellandse Zee. En kom je naar de woorden van Winston Churchill of van Napoleon. Wie de eigenaar van de zee is, is de eigenaar van de wereld. En daarom zien we ook meerdere eilanden aan de Egeïsche Zee. Zoals ik vandaag net vertelde, zoals Rhodos, Samos, Kos, allemaal Griekse eilanden. Soms doen we reizen, dames en heren. Bijvoorbeeld vorige week dat ik de reis heb gedaan, dat was de andere kant, deze keer de Lycië. Rijden we met ons bus richting naar de kerk van Sint-Nicolaas. En een keer krijgen we zo bericht op onze gsm. Welcome to Greece. Op je radio, Griekse zenders. Allemaal, zo vlakbij. Want het probleem is, volgens de politiekers, dat 13 mijl wet. Van de kant van Turkije noemen de Turken, ja, het eiland moet naar Turkije horen. Want die zijn vlakbij. Want als je goed kan zwemmen vanuit Turkije, kan je naar die eiland gaan. Maar je moet wel een paspoort met visum hebben. Dat je net alsof naar Spanje of naar Italië of naar Nederland of België gaat, of naar die eiland gaat. Dat was 2 jaar daarvoor. Zo. Want Turkije is ook weer een land die niet lid is naar de Europese Unie. En daarom zeggen we, vanwege die eilanden hebben ze de politieke discussie. Maar als volk zien we dat niet. Seljuken. De laatste naam van Efeze is ook vandaag Seljuk. Het is Tjuktjuken, ofwel Seljuk. Dat is Konya geweest, de eerste stad en de hoofdstad. En later, hoe meer ze bijgekomen zijn, hoe meer in Anatolië, hoe meer in het westen, een grote beschaving zijn geworden. En zo zijn ze rond de 7e eeuw de geloof islam geaccepteerd. En daarna hebben ze verder gegaan weer naar het westen. En ondertussen, eeuwenlang later, hebben ze onder Istanbul, onder de zee van Marmara, het Bursa-stad gekozen als nieuwe hoofdstad. En daarna hebben ze genoemd, wij gaan een nieuwe sultan kiezen, want altijd was zo de systeem, de regel. Na de dood van de sultan nam altijd de oudste zoon van de sultan het plaats, het macht. Want de sultan was ook weer dezelfde tijd de wetgever, de bestuurder. Dus als uit de mond van de sultan komt, in mijn land moet elke boom geschilderd worden naar blauw, dan moesten ze dat doen. Want dat was een wet, maar het is via de godsdienst, want toen werd ook weer de land bestuurd met de Koran. En daarna is de laatste sultan van de Seljuken, de eerste sultan van de Ottomaanse Rijk, dat is Sultan Osman. Osmanen, Ottomanen, dat is juist hetzelfde. Heeft een nieuw rijk gesticht en heeft genoemd, voortaan ga ik mijn nieuwe rijk noemen als de Osmanen. En mijn nieuwe hoofdstad gaat Bursa zijn. Weet je nog wat ik vertelde? Die zijdenstad. De eerste hoofdstad van de Osmanen. Als je vandaag naar Bursa gaat, zie je daar ook heel veel mausoleums. Mausoleums van de sultans. En dat is kerkhofcomplex, hè? Kerkhofcomplex.
zie je één Gerkhof van Tjerebi Sultan Mehmet, dat is ook heel speciaal, die niet op een islamitische manier is begraven. Want ik wil ook wel ondertussen vertellen, gisteren heb ik ook weer gezien bij dat dorpje, zo langs de weg, die kerkhof namens neer. Een moslim, vandaag nog steeds, vroeger ook hetzelfde, wordt nooit met een kist begraven. Nooit. Wordt altijd eerst de lijk gebracht naar de moskee, buiten de moskee wordt het gereinigd en daarna in een witte doek gelegd. En daarna in een kist en daarna wordt hij op een tafel gezet. En dan gaat iemand van voor staan, achter heb je vrienden, kennissen, families die de laatste dienst gaan doen. Dat noemen wij de laatste doodsgebed. En dan pas nemen ze op de schouders naar de plaats waar die begraven moet worden, doen ze de deksel open van de kist. En dan pas halen ze de lijk eruit met dat witte doek op zijn rechterarm richting Mekka. Maar met Tjerebi Sultan Mehmet, die in Bursa is, staat het voetgedeelte oost, het hoofdgedeelte richting west. Het gezicht is gedraaid richting zuidoost, richting Mekka. En de bedoeling is, geeft een boodschap. Na mijn dood moet mijn zonen niet vergeten waar we afkomstig zijn, voetgedeelte oost. En zelfs na mijn dood moeten ze weten waar onze richting is, dat we moeten gaan. Hoofdgedeelte west. En daarom is ook weer hier zo, vanuit Dardanellen, aan de overkant zijn gekomen, naar Thracië. En daar hebben ze een tweede hoofdstad gesticht, Edirne. Edirne. Maar deze keer was het probleem. Binnenland veroverd, kijk maar hier op deze landkaart, binnenland veroverd, Thracië veroverd, maar hier heb je een hele stevige, sterke rijk, een stad, een hoofdstad van de Byzantijnen, Constantinopel. Dat was een droom voor elke sultan, welke sultan zou Constantinopel kunnen veroveren. Van binnenland aangevallen, niet gelukt. Van de kant van de zee aangevallen, niet gelukt. Van zee van Marmara, van Bosporus aanvallen, niet gelukt. Zelfs bij Bosporus, vandaag als je naartoe gaat, zie je twee van die forten, eentje aan de Europese en andere aan de Aziatische gedeelte gebouwd zijn. En daar hebben ze een ijzeren ketting gelegd op de Bosporus. In Istanbul Archeologisch Museum kan je die ijzeren ketting zien. En de reden was, zonder de toestemming van de Osmanen, dat niemand verder mocht gaan. Had ze zo alles onder controle genomen, maar je hebt daar midden, zo binnenland veroverd, noorden veroverd, noordwesten veroverd, alles, maar alleen hier niet veroverd. En pas in het jaar 1453, ondertussen geitjes, ja, geitjes. Ondertussen, dames en heren, het jaargetal 1453, dat is heel belangrijk. Hebt u de naam Topkapi ooit van gehoord? Topkapi of Topkapi? Als je letterlijk vertaalt, bijvoorbeeld, je hebt je zonnebrilletje aan, je hebt een fototoestel, je hebt een plannetje aan de hand, je bent aan het vakantie aan het doen in Istanbul. En je weet de weg niet waar Topkapi Paleis is. Dan zie je twee namen. De ene wijk heet Topkapi en de andere plaats is Topkapi Paleis. Twee aparte plaatsen. De wijk waar Topkapi is, dat is de oorsprong. Ja, we komen langzaam naar het sneeuw. Ja, het sneeuw. Zie je naar de bron, naar deze? Het was niet bij de bron. Zijn ik daar waar het was gebeurd? Ja, dat is goed. Şeye geldik mi ya o 1850? Heeft iemand iets te vragen? Tot nu toe wat ik allemaal verteld heb? Geen vraag. Raki, dat is na de stichting van de Republiek. En Atatürk is ook overleden door Raki, leversirose. Ja. Te veel rakken. Zuidoosten.
komt, omdat dat ze wel blijven stilstaan. Extreem blijven stilstaan, terwijl die dan wel blijven stilstaan. Dus blijven stilstaan. Ja. Sorry? Niet in de moskee, nee. Buiten de moskee wordt dat gedaan. En de begraafplaats die blijft ook weer hier voor altijd. Ik geloof in België is dat een bepaalde tijd daarvoor. Hier is al, als een reden is, zeg maar, volgens het project van de staat, gaat daar een weg passeren zo, dan leggen ze dat aan de zijkant. Maar voor altijd blijven ze dat hier. En ja, als de familie dat wilt, kunnen ze ook weer bij elkaar graven. Dat kan ook. Dat is niet bij voor altijd geldig. Criminatie, of hoe heet dat? Crematie bijvoorbeeld. Dat bestaat ook, maar niet volgens de islamieten. Als de mensen dat willen, kunnen ze dat doen. Volgens de geloof, volgens de islamieten niet, maar volgens de wet voor Turkije wel, want er zijn iedereen niet islamieten hier. Maar volgens de islamieten is het zo dat het verboden is. Want daarom is ook weer de reden, tatoeage, ook verboden, mag niet. Dat is de reden met hoe je lijk hebt gekregen dat je zo moet afleveren. Je mag geen schade geven. Sorry? Ja, hemel en daar. Wel, nu zijn die stabiel wel, ja. Hemel en de hel. Ja, meestal zeggen ze bijvoorbeeld de plaats waar wij afkomstig zijn, willen wij daar begraven zijn. En daarom wordt er zo met een vliegtuig een lijk gebracht. En daar wordt hij naar zijn moederland of vaderland wordt hij begraven. Dus als die... Maar die hebben altijd zo verzekering dat ze elk jaar zo'n bedrag betalen. En als er zoiets gebeurt, dan gaat dat verzekering alles verzorgen. Voilà, dat bedankt voor jouw aandacht. Sorry? Ik hoofd. Dat natuurlijk zo. Ja. De hoofddoek, dat is opgeboden, ja. Maar vanwege de laatste regering, dat is een islamitische regering, zie je dat het wel een discussie nog steeds is. Soms wordt dat toegelaten, soms niet. Maar dat is allemaal politiek.
zoals je hebt. Waar staan we volgens mij dan?
zeg je? Dat gaat je leuk vinden. Suyok mu senin canlı? Bu şey. Dondu mu?
dames, kijk maar. Hier recht voor ons gaan we zo'n bootje zien. 1825, dit is de hoogste punt van onze reis dat we komen. 1825. Rakken betekent hoogte. 1825 meter. En ondertussen hebben we ook weer gekeken van de bus. -7 graden. 7.